Nou, Nelly! Zo, ben je er klaar voor? Ja, mijn zwager komt me halen. Kan elk moment voor de deur staan. Hoe lang blijf je ook weer weg? Nachtje maar. Oh, ik heb de koelkast laten ontdooien. Wil jij die morgenochtend even aanzetten? Tuurlijk. Ja, ik wil het zien niet aandoen. Ik begin meteen te huilen. Lege koelkast, daar kan hij niet tegen. Ja, normaal zou hij natuurlijk hiermee kunnen eten. Maar oom Leo is over uit Australië. En nou eten we met de hele familie bij mijn moeder. Oh, wat leuk. Ja. Maar krijg je hem zo gek? Hij zegt van wel, maar ik moet nog zien hoor. Straks komt hij natuurlijk thuis en dan gaat hij eerst een toneelstukje opvoeren. Wat voor toneelstukje? Moet jij eens opletten. Ik ben Jaap. Ik zit nu 15 jaar op de bus. Maar zo moe als vandaag ben ik nog nooit geweest. Ik denk, die remise haal ik nooit meer. Schat, ik had dolgraag met je meegegaan naar je moeder. Maar je zal echt alleen moeten gaan. Ik zit nou 15 jaar op de bus. Maar zijn moer is vandaag ben ik nog nooit geweest. Ik denk, die remise haal ik nooit meer. Schat, ik had echt graag meegegaan naar je moeder, maar je zal toch echt alleen moeten gaan? Dat gaat niet, ik heb geen eten in huis. Oh, dat maakt niet uit, ik ben toch veel te moe om te eten. He, nou, even een washandje over mijn gezicht halen voordat ik me helemaal in elkaar stort. Hij heeft geen honger, moet jij opletten. Straks vraagt hij, schat, is er nog een kliekje van gisteravond? Schat, is er nog een kliekje van gisteravond? Nou, zeg, hij houdt zich wel goed aan zijn tekst, hoor. Oh, daar is mijn zwager. Nou, tot morgenavond, Mel. Veel plezier, de groet aan je zus, hè? Dag, ja. Goed, kijk. Hé, hey, schat. Was er nog wat over van gisteravond? We eten bij mijn moeder. Dat kan echt niet. Ik ben zo moe. Ik moet echt vroeg naar bed. Maar jij kan vroeg naar bed, hoor. Na het eten gaan we meteen naar huis. Daar kan ik je moeder toch niet aan doen. Ik ben er toch niet zo eentje van eten en wegwezen. Nee, met wat jij naar binnen stout, kom je nooit meer van je plek. Is dat ik zo moe ben? Jij bent helemaal niet moe. Je hebt gewoon geen zin om mee te gaan. En ome Leo is de notabene. 8 jaar niet gezien. Ik heb jou wel door, hoor. Jij wil gewoon gaan kegelen. Kegelen? Ja, kegelen in mijn bed. Ja, zeker. En weet je waarom? Omdat ik morgen die keuring heb. En dan moet ik een nachtje goed geslapen hebben, anders word ik afgekeurd. Oh, dat is een nieuwe. Ah, juffrouw bij de hand. Je gelooft me niet, hè? Nou, hier. Kijk even, alsjeblieft, mijn oproepingskaart. Morgen om 8 uur moet ik me melden. En dat zeg je nou pas? Ja, jij maakt je altijd zo druk als ik gekeurd moet worden. Ja, vind je het gek? Het gaat wel om je gezondheid. Zal ik niet even snel nog wat warms voor je nee, maken? Nee, nee, nee. Ik maak straks zelf wel wat. Ga jij nou maar. Weet je het zeker? Heel zeker. Ik maak het niet te laat, hoor, schat. Je hoeft je voor mij niet te haasten. Dag. Dag. Groet aan je moeder. Ja. Simon! Simon! Hij is voor zijn roodkoper, hè? Jappio! De wedstrijd van de waarheid vanavond, hè? Als we die Amsterdamse bitterballen pakken, dan zijn we mijn kampioen. Zit daar maar niet over in de war, Simon. We gaan ze inmaken. Ja, dan mag ik het hopen, Jaap. Die gasten lopen ons op de stangen sinds ze ons overslagen hebben met klaverjassen. Nou, schei uit. Maar ja, zij speelden op zijn Amsterdams, die regels, die kennen wij niet. Ja, hoe was het ook weer? Als je maat uitkomt, dan hoef je niet te bekennen. Nou ja, zo ken ik het ook, hoor. Ja. Zo ken ik het ook. Maar vanavond, hele andere koek. Zeg dat.
Hey, Simon. Huh? Had ik bijna bij mijn schoonmoeder gezeten. Ja, dat is toch echt je eigen stomme schuld, Jaap? Moet je me niet altijd van die smoesje verzinnen. Gewoon je poot stijf houden en zeggen, ik ga het kegelen. Moet je hem, hoor. Weet je nog die keer dat we zouden gaan biljarten? En dat zus wilde dat je meeging naar de moeder? Nou, we zijn toch gaan biljarten? Ja, wij met z'n tweeën tegen zus en de moeder. Nou, nooit vergeten, Jaap. Hey. Zijn we toen ingemaakt, hè? Nou, zeg dat wel, ja. Nou, oké, kom. Nee, kom. Wacht even, Jaap. Ik wil je even wat zeggen. En dan wil ik heel graag doen waar die andere jongens niet bij zijn. Ja? Jaap, jouw spel heeft ons allemaal gedurende deze hele competitie enorm geïnspireerd. En als we kampioen worden, dan worden we het Engeland en alleen onder jou. Bedankt, oude vriend. En ik zal jou eens wat vertellen. Ja. Ik ga vanavond kegelen, zoals ik nog nooit heb gekregen. Ja. Zo hé, stond ik bij de bushalte, begint opeens te onweren. Ik geloof dat ik nog een pan water op heb staan. Jij wou al die tijd al gaan kegelen. Ja, alleen maar omdat we vanavond kampioen kunnen worden, Nel. Anders was ik echt met je meegegaan naar je moeder. Echt waar. Echt waar? Echt waar. Je komt thuis, je bent kapot. Echt waar? Je zou vroeg naar bed gaan. Echt waar? Je hebt morgen een belangrijke keuring. Echt ja, waar? Ja, ho, nee, ja, ho, 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 Nel, nee. Dat is echt waar. Oh, dus meneer heeft morgen een belangrijke keuring en zet zijn baan op het spel omdat hij zo nodig moet gaan kegelen. Wat heeft dat nou met kegelen te maken? De vorige keer ben je anders door je rug gegaan. Omdat ik kou had gevat. Dat zeg jij, Jaap. Je gaat niet kegelen. Ik moet wel, Nel. Ik kan die jongens toch niet in de steek laten? De jongens? En ik dan? En je baan dan? En hoe moet het dan verder met ons? Als jij zo nodig wil gaan kegelen met het risico om afgekeurd te worden, dan ga je je gang maar. Je bent een volwassen vent. Ik kan er verder ook niks meer aan doen. Simon! Ja. Bel Henk Schouten, die moet voor me spelen vanavond. Ja, ja, dat kent toch niet, man. Dan winnen we toch nooit. Niks mee te maken heb, Helle. Ik ken vanavond niet. Nou, je zit. Zullen we fijn samen gaan en dan vroeg naar huis? Nee, ik ga naar bed. Heel verstandig van je. Doe oom Leo wel de groeten. Oké. Okay. Dag. Dag. Schouten ken ik vanavond. Hij moet werken. En voor de rest hebben we niemand die een beetje kan gooien. Nou, ik kan niet. Ja, als jij niet meedoet, dan vreten die Amsterdammers ons op, man. Nou, hè. Ja, de verloofde van de bruin die komt kijken. Maar dat huwelijk gaat nou natuurlijk niet door als zij ziet hoe hij wordt ingemaakt, Jaap. En die oude moeder van den Berg die komt helemaal uit Amersfoort. Op de fiets. Met houten banden. De oude mens. Met van die blokken. Nou ja, nog niet, joh. Oh ja, Jaap. Het koud buffet, wat verzorgde de gastronoom, hoor. De Russisch ei. Huzarensalade. En rechtstreeks van de Vlaardingse visafslag. De originele groene haring. Ik wist dat die haring het zou doen. Een brulboei die wil weer altijd kampioen.
Oké, mannen. Kusjes veilig. Voorzichtig, mannen. Voorzichtig, voorzichtig. Ja. Zo. Zet hem hier maar neer. Ja? Voorzichtig. Voorzichtig. Ja, kijk wat voor je doen. Een glaasje water of zo. Is dat een ja of nee? Ja, we vinden het allemaal vreselijk. Na alles wat je vanavond voor ons hebt gedaan. Dat hem dit nou toch in de laatste beurt moet overkomen. Mannen, hartstikke bedankt. Maar laat het verder maar aan mij over, hè. Doe nog maar gewoon wat de dokter zei. Een warme kruik en dan ben je morgen weer het heertje. Hè? Jongens, bedankt, hè. Dag. 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 En? Simon. Ik zit hem te knijpen. Als een oude dief. Het is niet alleen mijn rug. Ik ben warm en koud tegelijk. Ah, zijn de zenuwen, Jaap. Schijn er toch uit. Mijn voeten lijken wel bevroren. Mijn kop staat in brand. Het is niks bijzonders. Heb ik elke zomer in de Rio. Dit is geen geintje. Mijn kop is gloeiend heet. Als je nou ergens een thermometer hebt, dan kijk je even temperatuur in. Bovenste laag. Heel goed. Ja, als jij zeker weet dat je geen koorts hebt, hè, dan ben je ook meteen niet zenuwachtig meer. Daar gaat hij. Goed, Jaap. Waar wil je hem hebben? Goed. Neem ik even een hapje te eten, hè? Ja, ik sterf van de honger, man. Hoe kan jij aan eten denken als je beste vriend zijn rug hebt gebroken? Ik hou hem vet, heb ik ook nog gemist, al dat gedoe. Ja, oké, ik kom het morgen natuurlijk wel weer tegen in de riool, maar... Dan is het niet meer echt geschikt voor consumptie, hè? Goed, laten we eens even kijken. Zo, dat is moeilijk te zien. Even kijken, het is toch zo'n klein rood streepje, ja? Zo. Ja, wat is volgens jou normaal? Rond de 37. En wat is volgens jou te hoog? Hé, nou, 39, 40, dat is aan de hoge kant. Hoeveel is het? Wat heb ik, Simon? Hoeveel is het? 46. 46? Hoe kan dat nou weer? Dat kan helemaal niet. Waarom jij nou uitgerekend jij, mijn beste vriend? Je bent eindelijk op je ideale gewicht. Oh man, ik zou je zo missen. Ja. Waar is dan dat rode streepje? Hier zo. Heb jij dat net ook gedaan? Ja. Dat is natuurlijk, ja, daar komt het natuurlijk door. Ik heb helemaal geen 46. Nee, natuurlijk niet, man. Ik raak je helemaal niet kwijt, ja. Onder straatstenen nog niet. Hey, helpt, ja. Jij gaat meteen onder de wol met een dikke warme kruik. Ja, net zoals de dokter zegt. En dan ben je morgenochtend weer zo fris als een hoentje. Jij bent wel in vorm, hè, vanavond. Als je zoveelste stommiteit. Als ik naast Nel in bed ga liggen met een warme kruik, dan merkt ze het toch. Dat ik bij wezen kegel dat ik pijn in mijn rug heb. Wat moet ik doen, Simon? Ik kan elk moment binnenkomen. Als ik morgen zo naar de keuring ga, dan kan ik mijn baan wel op mijn buik schrijven. Plaats genoeg. Rustig maar. Ik ben bezig. Ja, te raderen draaien. Wacht nog even. Ja. Ik heb hem. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Luister. Zus slaapt bij de zus. Jij slaapt bij mij. Ben je gek geworden? Wat zeg ik dan tegen Nel? Ja, geef mij toch gewoon de schuld? Dat ik niet alleen durf te zijn, dat ik bang ben in het donker. Jouw moeder moet er ook wel veel van jou hebben gehouden, hè? Dat ze je vroeger nooit in de stoeprand hebt gezet. Weet je wat, Jaap? Ik ga gewoon weer slaapwandelen. Hè? Ja. Doe ik het vanavond weer, als Nel er is. Kom ik binnengewandeld, ja? Zij weet dat zus er niet is, er is dus niemand om mij in de gaten te houden. En dan wil ze dat jij met mij naar boven gaat. Om op je te letten, tuurlijk. Dat je weer niet het dak op gaat, zoals toen met die banaan. Precies, ja. Jij gaat bij mij onder de wol met die kruik, ja. En Nel komt nooit nergens achter. Fantastisch plan, geniaal. Zo, dacht ik ook, ja. De politie mag blij zijn dat ik niet in de misdaad zit. Ja. Wacht eens even, Simon. Dan ga ik eens even een beetje ontspannen. Ze staan. Het dat Nel niks in de gaten hebt nee. Als ze binnenkomt. Ja. Zo. Ja. Hé, hoe ziet dit er zo'n beetje uit? Ah, heel mooi. Enkel nog een gat in je buik en je bent net zat, Kini. Ja, van mij maar. Hé,
alsjeblieft uit. Ga jij dan maar naar boven toe. Ja, trek je pyjama aan. En wanneer moet ik toe komen? Als je mij van de veranda af hoort roepen... volgens mij krijgen we regen. Dan kom je naar beneden. Dus volgens mij krijgen we regen, dan kom ik naar beneden. Ja. Oh ja, nou het allemaal zo fijn voor elkaar is. Ja. Vind je het goed, een kleine geitje Tom meteen? Naar boven, jij! Zo. Kom verder, oom Leo. Nou, ik hoop dat hij nog op is. Ik heb hem zo lang niet gezien. Ik ga meteen even kijken. Ha, oom Leo. Hardy hap. Fijn je te zien, kerel. Mijn lievelingsneef. Hoe maak je het, ja? Lief, hè, van oom Leo om me thuis te brengen. Hij stond erop om je nog even te zien. Ja, lief. Je bent in al die 8 jaar niets veranderd, Jaap. Je ziet er fantastisch uit, kerel. En nog altijd vol slang. Zal ik een kopje koffie voor u maken, oom Leo? Nee, erg lief, dankjewel, Nelly. Maar dan doe ik de hele nacht geen oog dicht. Ja, ik logeer bij je tante Beb, you know. Je kent haar in Dordrecht. Die zit nu op mij te wachten, hè. Fantastisch je te zien, man. Kopje thee dan? Nee, echt niet, Larry. Erg lief van je. Maar ik neem de komende weken nog wel contact met jullie op. He? Dan, ik ga pas over 2 maanden terug. En dan gaan we dus lekker eten met z'n drietjes. Gezellig. Dag. Tot ziens, oom Leo. Ja, tot kijk. Zo, toch bijna jullie... Oh, wat enig, zo'n touwtje, typisch Hollands. Ik was helemaal vergeten. Bye bye. Wat is er, Jaap? Nee, niks. Ik stond even te geven. Het leek wel of er een vliegtuig overkwam. Nou, zullen we naar bed gaan? Ja. Ik dacht trouwens dat je er al lang in zou liggen. Ja, ja, ja. Even kijken wat voor weer het morgen is. Wat voor weer? Ja, dan dan weet ik wat ik aan moet. Wat dacht je van je uniform? Ja, ja, ja. Maar volgens mij krijgen we regen. Even kijken, hoor. Ja, hoor. Volgens mij krijgen we regen! Zo, nou weet de hele buurt het ook. Kom je nou nog slapen of niet? Ik kom zo. Jaap, je moet vroeg op morgen. Je hebt een belangrijke keuring. Jongen, jongen, volgens mij krijgen we regen! Kom je nou nog of niet? Ja, nee, maar dat is belangrijk, want als het regent, dan weet je hoe het weer morgen is. En dan moet ik er vroeger uit en volgens mij krijgen we regen! Blijf jij nou? Dat is een slaapgeval. Schiet om! Jaap, waar blijf je? Wat krijgen we nou? Ja, loop weer te slaapwandelen. Wat vreselijk, net zoals toen, weet je nog? Hè? Oh ja, nou iets zegt. Ja, zus had hem nooit alleen mogen laten. Sst, die mag hem niet wakker maken. Is gevaarlijk. Straks valt hij nog van dak af. Zou ik maar niet beter met hem mee naar boven gaan? Dat is een goed idee. Pak je pyjama. Hier. Zo. Help me onthouden, Jaap. Ik heb nog wat koude kip in de keuken staan. Wil ik je dat morgenochtend vroeg even meegeven? Oom Leo is weer terug uit Australië. Uit Australië. Uit Australië. Oom Leo is weer terug uit Australië. En van je hier. Hallo, schat. Hallo. En hoe is het gegaan? Hoe was de keuring? Volgende week de uitslag, maar dat zit wel goed. Die dokter zegt tegen mij, Kooitman. Hij zegt, Kooitman, die rug van jou, daar kun je een spijker op rechts slaan, zegt hij. Pak van mijn hart. Zeg nou eens eerlijk, Jaap. Ben je nou niet blij dat je gisteravond thuis bent gebleven? Ja. Ja, daar ben ik blij om, nou. Ja. Kegelen is tenslotte maar een spelletje en dan zet je je baan niet voor op het spel. Nee, jou ligt niet, Nel. He? Ik doe toch ook altijd wat je zegt, Nel, ja. Laten we eerlijk zijn. Hé, Nel, na het eten
2 kaartjes voor de bios. Zo, hè. Hij is nu een rijke piek. Laat maar, ik doe wel open. Ja, ja, daar, daar, ja, hallo, mevrouw Kooijman. Hallo, jongens. Nou, kom even verder. Jaap thuis? Ja, hij is net van zijn werk. Oh, hij is dus toch wezen werken? Tuurlijk. Geen last meer van zijn rug? Nou, 3 keer rijden, wat er draait in de Colosseum. Hadi, Jaap. Verrassing, hè? Ja, we zijn zo weer weg, hoor, want we hebben late dienst. Jaap Kooijman? Ik maak mij tot tolk van de hele kegelclub als ik zeg dat wij het bijzonder waarderen wat jij gisteravond voor ons hebt gedaan. Wij zijn geen kampioen geworden. Jij bent kampioen geworden. En daarom vindt de hele vereniging dat deze trofee voorlopig nog niet in de prijzenkast hoort, maar eerst een week hier bij jou op het reservoir mag staan. Dus namens alle brulboeien is het me een eer en een genoegen jou deze kampioensbeker te mogen overhandigen. Geef niks hoor, Jaap. Ik begrijp dat je een beetje beduusd bent. Je hoeft niks te zeggen, hoor. Eet smakelijk. En doe een beetje rustig aan met die rug van je. Tot ziens, mevrouw Kooijman. Wat denk je, Nel, dat hij mooi zal staan op het dressoir? Jij bent gaan kegelen. Het was een noodgeval, Nel. Schouten kon niet, dus ik moest wel. Kon de jongens niet laten zakken. Jij hebt je baan op het spel gezet. Ik word heus wel goedgekeurd. Het heeft niks met kegelen te maken, zegt die dokter nog. Die zegt, dat heeft te maken met een koutje of zoiets. En moet ik dat geloven? Dat is van het kegelen. Gewoon een koutje, Nel, een koutje. Geloof me nou, niks met kegelen te maken. Hier, kijk, ik pak mijn bal op, niks aan de hand. Ik zwaai naar achteren, niks aan de hand. Ik loop naar de lijn, niks... Ah! Daar ben ik weer. Ah. Wat is er met hem? Oh, niks aan de hand. Gewoon een koutje. Zeg, ik heb 2 kaartjes voor de film vanavond. Ga je mee? Gezellig! Ja, eten staat op. Hou je haaks. Hou je haaks, zeg ik.